staat alles aan. Hello, yeah, boy! Hey, what's good to you? Het is je pannensteenvechter en super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Oké, jongens en meisjes, of wie er kijkt, honden, katten, paardenpoezen. Oké, vandaag hebben we een nieuwe video en vandaag gaan we het hebben over wat willen jongens krijgen op Valentijnsdag. Want Valentijnsdag is bijna, want dat weet ik, want ik ben 12 februari jarig en 2 dagen daarna is Valentijnsdag. Ja, dat wil ik even zeggen. Ben jij nieuw? Zorg dan zeker voor dat je liked en abonneer. Zorg er zeker voor dat je drukt op het belletje, want dan ben je altijd up-to-date als ik een video plaats. Ik wil deze hele week ook gaan vloggen. Wauw. Want ik heb nog nooit gevlogd in mijn hele leven. Ik heb gewoon nog nooit gevlogd. Snap je? Geef een like als je dit leuk vindt. Volg me op Instagram. Maar dat staat hier allemaal. En voor de rest, ja. Dan gaan we nu beginnen met je leuke koppie. Wat jongens willen voor Valentijn op nummer 1 is snoep. Het is gewoon heel cliché, heel dom, maar als mijn Valentijn, Valentino, mijn meisje, met Valentijn snoep voor mij gehaald, ben ik best wel blij. Ik vind snoep lekker en snoep is gewoon makkelijk om te kopen en het is gewoon chill om te krijgen snoep. Maar ik zal dan wel iets van chocola doen. Ik wil zelf geen chocola, want ja, ik krijg geen dikke pukkels van. Dus geef mij dan maar gewoon een snoepje. Maar ja, een tip is snoep. Maar doe dan wel veel. Doe dan niet eentje. Koop dan 3 chocolaatjes en dan gewoon 3 verschillende smaken wat hij lekker vindt. Of zij, voor wie jij het koopt. Mijn poesje wil naar buiten, hoor. Dus dikke dankjewel. Heb jij een Valentijn? Nee. Mijn zusje heeft een Valentijn. Nee. Wat, jij hebt wel een Valentijn? Doe mijn lach niet aan en uit. Ik ram je echt in elkaar, joh. Wat? Ik sla je hele tanden uit, jongen. Dacht ik al een bitch, mietje. Oké, dus op nummer 2 hebben we een briefje. En dan denk je, Mr. Steven, wat voor briefje bedoel je? Nou, dat ga ik je nu vertellen. Oké, wat voor briefje best wel chill is, zijn gewoon een briefje waarop je zegt waarom je hem leuk vindt. Of waarom je van haar houdt. Het is gewoon leuk om te krijgen. Oké, het is best wel. Ik snap het, het is best wel wat dat je van. Bruh, boy! Ik ga geen briefje maken om te vertellen dat ik van hem hou. No, bitch! Dat ga je wel doen. Het is gewoon van, ja, hoe zeg je dat? Het is gewoon leuk om te krijgen. Gewoon, het is gewoon lief om te krijgen. Het geeft gewoon een gevoel van, oh, ze doet echt moeite voor mij, snap je? Ja, weet je, schrijf wat op een papiertje. Doe gewoon daarvoor je best. Dat vindt de jongen leuk. En dan laat je zien dat je hem echt leuk vindt. En ja, dat vind ik gewoon schattig als een meisje dat doet. En dan denk ik echt, wat een liefie. Wat een lijverd. Wat een leukie. Wat een smiggelbeetje. Oké, we gaan verder. Nummer 3 zijn bloemen. Bloemen zijn leuk om te krijgen, maar... bloemen zijn leuk om te krijgen. Maar het is wel zo van, als je bloemen krijgt, geef het niet meteen in het begin. Weet ik veel hoe je het gaat geven, maar het is gewoon heel irritant om bloemen mee te nemen. Als je, weet ik veel, nog iets gaat doen met z'n tweeën, iets leuks en je moet met bloemen sjouwen. Het is leuk, het idee van bloemen, het is schattig, het is leuk. Maar ik ben niet zo'n mooi boy die bloemen echt meteen koopt. Want ik heb geen zin om met bloemen te gaan sjouwen de hele tijd. Ja, dat klinkt ook wel. Als ik afzaak. Maar het is gewoon. Bloemen, ja, geef het dan op het laatst, snap je? Maar het is wel goede bloemen. Bloemen is wel echt. Daar kun je wel smooth over hoor, met bloemen. Als je echt mooie bloemen hebt. 4. Oké, nummer 4 is parfum op een teddybeer. Dat is echt kapot goed. Als jij een. Dus jij geeft aan je vriendje of vriendinnetje. Geef je een teddybeer. En je doet jouw geurtje wat je altijd op hebt, waar jij naar ruikt, doe je erop. En dan geef je aan diegene. Want dan als diegene er s'avonds mee geknuffelen, denkt hij. Oh, ik ruik mijn boy of ik ruik mijn girl. Snap je? Dat is best wel goed. Want dan denkt hij weer aan jou en dan denkt hij van oeh, yes. Oké, en degene wat ik het leukst vind, het is gewoon dom. Maar op Valentijn zou ik misschien niet eens wat hoeven te hebben. Ik wil gewoon jou hebben. Nee, op Valentijn wil ik dan gewoon een leuke dag. Dus je gaat uit eten, je gaat naar de bios of zo, of je gaat echt iets speciaals doen, je gaat picknicken en daarna wat leuks doen. En natuurlijk cadeautjes en zo horen erbij, maar het idee dat je alles sowieso samen bent, op die dag is het leukste. Toch? Nou, ouwe fix bitches, dat waren mijn tips voor jullie dames of heren die er kijken. Laat even achter in de reactie wat je bindt, een dame of een heer.
Of een hond of een kaat. Maar natuurlijk ook. En dan zeg ik vanaf het mooie Groningen. Ik zeg leuk dat je hebt gekeken naar deze video met je leuke koppie. Koop je merchandise, link in de beschrijving. Druk op het belletje, want dan ben je altijd up-to-date als ik een video maak. Dus als je op het belletje drukt, dan hou ik van jou. En voor de rest, like even deze video, deel het met je vrienden. En dan zie ik jou met je leuke koppie deze week weer heel vaak. Want ik ga deze week vloggen.